Ruiz met het hoofd. Schroten. Tot bij Leenhoff. Lage voorzet, en daar is Van Rooij. En onder Gilbert Bodaar door. Doelpunt voor Antwerp, vrij verrassend. Dacht aanvankelijk dat Bodaar die bal had. Maar die is onder hem in het doel gegaan. Kijk, daar de voorzet. En dan Van Rooij met de linker. Toch wel een blunder van Gilbert Bodaar. En 0-1 voor Antwerp na 4 minuten. Uittrap van Bodaar. Tjerniatinski, Van der Smissen. Tjerniatinski. Rosenthal hier. In één tijd. Was een kans. Zo'n metertje naast de paal. Kans voor Ronnie Rosenthal na 8 minuten. Uittrap van Gilbert Bodaar. Erg ver. Rosenthal met Van Rijti. Rosenthal gaat die scoren. Wordt neergelegd door Stilar. En strafschop zegt scheidsrechter Pirro. Strafschop voor Standaard na 11 minuten. Daar krijgen we het opnieuw. Radko Stilar, die zich geblesseerd heeft bij die strafschopfase met Rosenthal, gaat het veld verlaten. En wordt in het doel vervangen door Wim de Koning. Wim de Koning nog maar net op het veld en hij mag al meteen proberen die strafschop te stoppen. Die gaat genomen worden door zijn overbuur Gilbert Bodaar. De Koning die dus de geblesseerde Svila vervangt. En Wim de Koning stopt hem. Ongelooflijk. 10 seconden op het veld en hij stopt hem. Strafschop, Wim de Koning. Voorlopig niemand in de spits bij Antwerp. Goossens gaat er nu naartoe met Lambrecht. Dirk Goossens is door. Gaat hij scoren. Schiet de bal tegen Bodaar aan. Ronnie van Rijti. Bal kwijt. Antwerp nu met Frans van Rooij. Zo'n mooie voorzet tot bij Mark van der Linden. Dat scheelde weinig. Voorlangs. Van der Smissen. Rosenthal die bereikt hier nog Benoit Tans. Tjerniatinski is mee voor doel. Benoit Tans, daar komt de voorzet. Tjerniatinski. En opnieuw een schitterende redding van Wim de Koning. Standaard blijft in balbezit met Guy van der Smissen. Geen buitenspel dit keer. Luiks kan de bal nog binnenhouden. Kopbal van Ronnie Rosenthal in 1-1. Schitterend doelpunt van Ronnie Rosenthal, zijn 8e van het seizoen. Luiks die bal nog kan binnenhouden, nog kan voorzetten. En dan een droge kopbal van Ronnie Rosenthal en 1-1. Hoekschop Standaard met Tans, kort genomen tot bij Luiks die daar helemaal vrij staat. Tans opnieuw. Rosenthal. Met links en zijn tweede doelpunt en wat voor een. Van deze man, Ronnie Rosenthal, zijn 9e competitiedoelpunt. Bij Antwerp stond men erbij en keek men ernaar. Daar komt de voorzet van Benoit Tans. Die valt voor de voet, de linker van Rosenthal. Daarnet een droge kopbal, nu een droge knal en 2-1. Via deze man, Ronnie Rosenthal. Het spel is inmiddels hernomen. Verre bal van Van Rooij tot bij Leenhoff. Voorzet. Goossens is daar. Kop naar binnen. En het is 2-2. Een doelpunt van Dirk Goossens. Het was Mark van der Linden die de bal naar binnen legde. En niet Goossens die scoorde. Daar krijgen we het opnieuw. De voorzet van Hans-Peter Leenhoff. En dan is het aanvoerder Mark van der Linden die de bal naar binnen legt. En dan komt Dirk Goossens aangelopen en die vloert een kansloze Bodaar. En 2-2. Lambrecht tot bij Radanovic. Geen buitenspel van Benoit Tans. Daar komt de voorzet, weggekopt. De Langere met het schot en de Koning pakt het eerste doelgevaar in deze tweede helft.
We spelen bijna 25 minuten in de tweede helft, die heel wat minder kan boeien dan de eerste. Beide ploegen zijn veel voorzichtiger geworden. Hielden achteraan in de eerste helft op de deurdag. Kan Van Rooij nog bij die bal? Jawel, nog een goede voorzet. En Mark van der Linden, een 2-3 voor Antwerpen. Schitterend voorbereidend werk van Frans van Rooij en even knap afgewerkt door aanvoerder Mark van der Linden. Daar krijgen we het opnieuw. Frans van Rooij houdt die bal binnen, zet voor. Die bal gaat door en komt bij Van der Linden in één tijd hoog in doel en 2-3. Nog 4 minuten te spelen. In deze wedstrijd gebeurde heel wat minder in de tweede helft dan in de eerste. Vister, misschien nog een mogelijkheid voor Antwerp. Van Rooij, Goossens vraagt de bal. Frans van Rooij schiet met links. Goede redding van Gilbert Baudard. Slechte uitraf van de Koning in de voeten van Alex Sjerniatinski. Voorbij de kennen. Gaat hij gelijk stellen. Dik van dan, inderdaad. 3-3. Niet Sjerniatinski, maar wel Shalom Tikva. 3 minuten voor het einde van de wedstrijd. Daar krijgen we het nog eens. Sjerniatinski voorbij de kennen. Schiet met links tegen Van Reti aan. En dan komt Tikva ook met links. En 3-3 is de stand. Meer dan waarschijnlijk de eindstand in Standaard Antwerp. En dat is een juiste uitslag.